Na de ongelukkige nederlaag op eigen veld in het openingsduel van de Super League van dit seizoen tegen Helmond Sport. Dit is de 19e minuut en Den Bosch komt op voorsprong via István Baks, de huurling van Racing Genk. Brengt FC Den Bosch bij Fortuna op een 1-0 voorsprong. Fortuna Sittard, de elftal van Wim Dusseldorp, zoekt de aanval, maar leidt balverlies, paas van Forthoren. Dit is opnieuw István Baks, wordt amper aangepakt en dan ja, gaat die bal er zomaar in. Zijn tweede treffer na een half uur spelen. En dan gaat het erg gemakkelijk voor FC Den Bosch. Voor de ploeg dus van de nieuwe trainer Alfons Groenendijk. Nog steeds in de eerste helft. Opnieuw makkelijk combinerend. Het paasje is van John Verhoek. Daar gaat István Baks weer. Hij wacht heel goed. Overstapje. Even gewacht. En de derde treffer, een onvervalste hat-trick voor de Zeeuw uit Vlissingen. En 0-3. Fortuna verdedigt dramatisch slecht. Het pakt de tegenstander amper aan. FC Den Bosch kan vrijuit combineren. Dit is Kees van Buren. Paasje. Kousenmaker legt terug. En dan de kans op 0-4. Vlak voor de rust via John Verhoek. Maar die gaat er niet in. De redding is er van Fatjena. Het publiek gaat heftig tekeer. Het Fortuna-publiek zeer ontevreden met het optreden van de ploeg. De bondscoach Bert van Marwijk aanwezig. Er werd een heuse zaal naar hem vernoemd hier in het stadion van Fortuna Sittard. Aan het begin van de tweede helft dan. Een kans voor Fortuna Sittard. Het lange wachten is er bij Riani. En dan de kans, maar die gaat er niet in via een andere invaller, Villarreal. En zo blijft het 0-3. Den Bosch zal nog één keer scoren. En dat doet het via John Verhoek. Een makkelijke, verdiende overwinning voor FC Den Bosch uit in Limburg.